Ja, en dus maak ik mij niet een beetje zorgen. Ik maak mij behoorlijk zorgen. Want als hij straks uit de bus stapt, dan loopt hij meteen helemaal de verkeerde kant op. Ja, want Kleurpiet is een beetje... Snel afgeleid. Snel afgeleid, ja, precies. Dus als jij hem nou van de bus haalt, het is 53, dan... 53. Komt het allemaal goed. Goed. Goed, Sinterklaas. Mooi. Ja, het staat er toch duidelijk. Bus 53. Dat komt dan gewoon maar niet op dagen. Ondertussen heb ik wel een probleem. Hoe kom ik zo snel mogelijk naar het kasteel van Sinterklaas? Ga ik nu wel de goede kant op? Nee. Zou die Kleurpiet nou zo hard nodig hebben? Als Kleurpiet niet naar mij toe komt, ga ik wel naar hem toe. Sorry, dat was niet helemaal de bedoeling. Zeg, hoe is het met hem? Ja, nog steeds hetzelfde. Hé, ik heb eens nagedacht. Waar moet Kleurpiet eigenlijk slapen? Daar hebben jullie niet aan gedacht, hè? Maar ik heb de oplossing gevonden. Kom maar even mee. Dat schiet lekker op. Daarom moet je ook altijd eerst 3 dingen doen. Testen, testen en testen. Als ze die bus nou eerst fatsoenlijk hadden getest, had hij nu niet met een kapotte motor gestaan. Dus ik dacht, als Kleurpiet nou bij mij op de kamer komt slijpen, vind ik ook wel gezellig. Daar heb ik het volgende op gevonden. Een vouwbed. Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. De gebruiksaanwijzing is dan wel weg, maar het is techniek van niks. Het is gewoon ijzerwerk en een matras, dat is alles. Deze uit, die uit, zo, hupsakee. Nou, dan ga ik hier liggen en dan gaat Kleurpie in mijn bed liggen. Ja, ligt eigenlijk best lekker. Lekker, hè? Zo. Nou, dat is niet mis, hè? Ja, en op maandag ga ik dan dus altijd winkelen. Dat doe ik met de buurvrouw. En op dinsdag heb ik water aerobics met 2 vriendinnen. Anne Tinneke en Pieternel. Enige meiden. Op woensdags heb ik meditatief boetseren onder leiding van een swami. Heel interessant. En op donderdag probeer ik dus de Oriëntaalse cuisine onder de knie te krijgen. Nou, is nog niet gemakkelijk hoor, met al die uitheemse ingrediënten. Het blijft ook altijd een beetje vreemd smaken. Mevrouw, het spijt me, maar ik moet nu werkelijk verder. Maar wacht even, wat zijn dat voor manieren? Ik vergeet u helemaal te vragen wat u eigenlijk doet. Ja, wat zal ik zeggen? Ik schilder. U schildert? Ja, en
Niet onverdienstelijk, al zeg ik het zelf. Maar dat is fantastisch. Ik ben juist op zoek naar een schilder. Oh ja, hoezo? Nou, als u even meekomt, kan ik het u even laten zien. Nee, ik moet nu verder, mevrouw. Ik heb gewoon geen tijd. Ik heb u echt nodig. U, ik ben... Oh. Nou ja, als u het zo stelt, dan kan ik haast niet weigeren. Oh, fantastisch. U heeft mij nodig. Komt u maar met me mee. Het is deze kant op. Ja, 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 ja. Het is een verrassing voor mijn man. Mijn man is dol op verrassingen. Ja, mevrouw, ik vind het een pracht idee. En wat had u eigenlijk die gedachte? Hoe had u het gehad willen hebben? Koninklijk en statig? Of ongedwongen en huiselijk? Nou, ik dacht eerder aan lichtgroen. Oh, ja, dat is ook een opvatting. Ah, hier is het. Waar had u het gehad willen hebben? Binnen of op het balkon? Of misschien in de tuin? Daar is het licht misschien erg mooi. Nou, ik dacht eigenlijk gewoon hier. Oh, ja, nou ja, wat u wil, hè. En wat is eigenlijk uw voordeligste kant? Ik bedoel, laat ik het anders formuleren. Van welke kant had u het gehad willen hebben? Nou, ik dacht eigenlijk de binnen- en de buitenkant. Wat u wilt? En dan het lichtgroen, ja. Mevrouw, ik vrees dat hier een misverstand in het spel is. U vergelijkt fijnzinnige streken van het penseel met het opkwasten van een deur. En dan in het lichtgroen graag. Mevrouw, ik ben kunstschilder. Ik schilder kunst. Geen deuren. Goedendag, meneer. Juist, ja. Spullen gepakt en weggegaan. Ja, ik begrijp het. Nee, ik snap het ook niet. Niet aangekomen, nee. Ja, toch bedankt, ja. Nou, u ook een fijne dag verder. Ik begrijp er niets van, waar hangt die nou toch uit? En dat niet alleen. Waar blijft Testpiet?